Parlementariër Krishna Mathura heeft maandag in de Nationale Assemblée gezegd dat het analyseren van informatie over personenvervoer landen en samenlevingen veel leed kan besparen. Dit gaf zij aan tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende regels in zaken overdracht van passagiers en bemanningslijsten bij het internationale personen- en goederenverkeer. Mathura zegt dat met deze wet Suriname inzicht krijgt over de vervoerstroom van personen van en naar Suriname. Ik denk aan mensensmokkel, mensenhandel, georganiseerde drugscriminaliteit, witwassen en terrorisme. Het is juist het internationaal karakter van deze strafbare feiten die maken dat veiligheid een totaal andere dimensie heeft gekregen. Het totale landschap is veranderd. Criminelen gaan makkelijk over grenzen heen, gebruiken verschillende vliegroutes, maken geld digitaal vanuit een ander continent over en proberen zo hun criminele activiteiten te verhullen. En als ze al geïdentificeerd zijn en op een internationale watchlist geplaatst zijn, dan proberen ze zich aan hun aanhouding te onttrekken. Door naar die landen te gaan waar instituten zwak zijn, waar de informatie gebrekkig is en waar ze weten dat ze veilig kunnen genieten van hun illegaal geld of van waar ze weer andere criminele activiteiten kunnen plegen. Deze werkwijze maakt het moeilijker voor justitiële diensten om zicht te krijgen op deze criminelen, hun organisaties en hun illegale plannen. Daarom gaan veel landen ertoe over om samen te werken. Enerzijds om informatie te delen, waardoor zicht wordt verkregen op het grotere plaatje. En anderzijds om geen veiligheidshaven te bieden aan criminelen, waardoor criminelen een sterk signaal krijgen dat escape, oftewel vluchten, niet mogelijk is. En zij daardoor ontmoedigd worden om het criminele pad verder te kiezen. Volgens minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie moet de immigratieprocedure worden gemoderniseerd. Een aantal zaken moet dringend worden aangepast, zegt zij. Er moet de Immigration Authority komen met diverse bevoegdheden. Het is uit de tijd wat nu gebeurt, valt onder justitie en het is gedelegeerd aan de militaire politie. En verder heeft de andere dienst het beheer over border management, terwijl het een immigration ding is. Dus we moeten gaan naar de Immigration Authority, zit in het beleid van justitie. Ik denk dat de kwestie van de Immigration Authority gaan we oppakken en discussiëren met alle diensten die nu betrokken zijn bij het immigratiegebeuren. Het traject is eigenlijk al ingezet. Er is een discussie tussen BNV en mij als minister. Maar op een gegeven moment als we eruit zijn, zal die commissie worden ingesteld. Het moet gewoon een Immigration Authority komen die bepaalde bevoegdheden krijgt. Minister Jennifer van Dijk, Silos van Justitie en Politie. Zij sprak tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende regels in zaken overdracht van passagiers en bemanningslijsten in de Nationale Assemblée.